Een goede middag vanuit de Sugar Cane Club. Waar we zijn gestopt om te lunchen. Dat is prachtig. Twee Surinamers tegen. Die ook vandaag meegaan. Dat is Fafari tot nu toe. Hoe vond je het? Mag ik eerst je naam weten? Naomi Vera. Naomi Vera. Ik ben Michael. Kerstin. Michael en Naomi. Ja, Michael en Naomi. Oké, okay, en wat vond je van de trip, de safari tot zover? Avontuurlijk. Ja. Vond het fijn. Ja? Anders dan wat we gewoon zijn in Suriname. Ja. En jij, Michael? Ja, nou, ik hou van avonturen. Dus ik vond het best leuk. Ja, we gingen het dwars door iemand. Een beetje snel, maar. Ja, we gingen het dwars door even zaken in. Ja, ja. Maar we. Het was leerrijk. En mooie stranden gezien, hè? Ja. Ja. Dus is dit een. Waarbij zou je het aan mensen aanraden in Suriname om te gaan? Op vakantie? Ja. Ja, toch wel. Ja. Want er vanaf wat zij belangrijk zouden vinden binnen hun budget. Vakantie of binnen hun budget. Maar ik zou dit aanraden hoor. Ja, hè? Mm-hmm. Het is vlakbij, het is een mooi eiland. Mensen zijn vriendelijk, hè? Te vriendelijk zelf, zou ik zeggen hoor. Het is even stel. Mm-hmm. Ja, en wat een boot, heb je vuil gezien op straat? Nee. Overal had je zo'n zwarte ton. Een ton, ja. Alle wegen netjes. Ja, alle netjes. Wegen. We zijn zelfs nu eigenlijk door allerlei soort wijken geweest, maar zelfs daar... Die consistent, hè? Ja. Dan nog is er een troep langs de weg. Klopt. Zoals dat we gewoon zijn in Suriname. Ja. En ook het aantal toiletten. Ja. Zonder daarvoor te betalen, mogen we niet onderschatten. Ja, no? Oké. Okay. Ja. En heel schoon. En heel schoon. Heel onderhouden, ja. Ja, net toen wij waren was er zo'n... Hoe heet het ook? Die hebben we ook in Suriname, weet je wel? Die... Als je een feestje hebt, zo'n mobiele toilet. Ben ik in geweest. En netjes. Toiletpapier was er, geen dingen op de vloer. Men moet zich wel voorbereiden op de snelheid van de auto's. We moeten ervan uitgaan dat we een trip maken van Paramaribo naar Nikeri. Of Paramaribo Albina. Waardoor je weet wat de snelheid is van de auto's op de vloer. Daar moet men wel voorbereid zijn. Dat ze snel gaan. Ze gaan heel snel. Voor mij is minimaal snelheid 60 km/u. Oké. Als je zo kijkt naar die auto. Ja. Het was best wel heftig. Het was best wel heftig. Ja. Maar na een pauze had je die shift maakt, hè, die minor shift. Van even trappen aan de gas, op de gas. En ook heb je gezien het ook voetpaden hebben. Je kunt gewoon aan de weg, op de weg lopen, hè? Ja. En dat van de mensen met een beperking komen heel goed aan bod. Ze kunnen, je kan bijna elke winkel binnenstappen als je een beperking hebt. Speciale parkeerplaatsen voor zo'n reserveren. Mooi. Dat zal Suriname moeten overnemen. Ja. Ik ben gisteren naar een school geweest. En als de principal binnenkwam, iedereen stond op. Ze hoorden, goedemorgen, alle kinderen staan op. Good morning. Geweldig, ja man. Geweldig, ja, ik vond het heel erg. Ook in het verkeer, hè. Ja. Verkeerfatsoen hier is heel absoluut. Goed. En niet als Suriname. Het leek alsof men niet zoveel haast heeft in het verkeer, maar ik wel snel. Maar bij de hoeken, kruispunten, is men wel, is het verkeerfatsoen wel goed. O ja, wat ik ook mee moet geven, onze rotondes. We weten niet te rijden op rotondes. Nee, maar dat weet iedereen dat we niet weten. Want hier leer je het heel anders.
we mogen het aanleren van ze. Te rijden op die rotonde. Ja. Want hoe moeten ze, hoe reizen het, hoe doen ze het hier? Je weet hoe het aan toe gaat. Iedereen komt op die rotonde. Klopt. Je probeert je een weg te banen. Ja. Exactly. Maar hier wacht iedereen op zijn deur. Ja. Je baan. En dan ga je. En dan ga je, ja. En, zoals we dat leren op reis. Ja. En dat maakt dat het verkeer ook goed verloopt. Exactly. Ja. Heb je geen file bij een rotonde. Nee, nee, ja. Ja, dat heb je gewoon een file bij de rotonde. Dat is gewoon belachelijk. Maar het is inderdaad een schoon land, vriendelijke mensen, ja. Van hele simpele dingen, echt schoon, overal. Ja. Complimenten. Ja, hè? Dus je zou het aanraden, mensen komen lekker naar Barbados en kom even zien. De ticket is redelijk. Ja. De hotels ook. Zijn redelijk, de prijzen. Oké. Het leven van de Europa is een beetje aan de hoge kant. Ja. Nee, naar Suriname, zou ik zeggen. Ja. Dus het gaat vergeleken. Maar het is een aanrader. Ja, hè? Ja. Oké, okay. Ik zal de SLM zeggen dat jullie hebben gezegd. Dan kunnen ze je misschien een keer een korting geven. Misschien. Heb je lekker gegeten in elk geval? Ja. Ja, ja, net maar, als lekker. Het is toch anders, hè? Overal is het anders. Is het wennen? Ja. Maar ja, je komt er wel doorheen. Ons eten is lekkerder, dat merk je bij. Vele malen lekkerder. Ik loop even naar achteren hier. Thank you, Michael en Naomi. Ze hebben ze even verteld. Ja, zoals ik gezegd heb, heel mooi. En wat ik erg mooi vond, ik liep naar het toilet net. Hier. Zo loop je naar buiten. Kijk, zo hou je natuurlijk, komen mensen graag bij je, toch? Als je naar zo'n een mensen uit zou nodigen en ze komen niet een, bij je thuis omdat je huis is dottie. Nou, zo kom je ook niet in een land wat smerig is. En kijk, we lopen hier naar een mooi bankje. Hier loop ik even over een loopbruggetje heen naar de toiletten. Erg netjes. Zeker de moeite waard hoor, echt. Een beetje de moeite waard, helemaal. Dus dat is Sugarcane, ben ik. In Barbados. En kijk eens hoe leuk dit. De simpele dingen. Ik wou hier gaan zitten. Ik zou zo met iemand vragen om een foto van me te maken. En dat vind ik wel leuk. Kijk eens. Oeh, misschien moet ik er niet op zitten. Als je niet om te zitten. Oh, doe. Barok ook maar. Kijk hoe prachtig. Onderhoud. Onderhoud en besef dat je, als je netjes bent, dat mensen graag naar je toe komen. Dat is een van de dingen die wij nog niet goed beseffen. Er is morgen Wereld Clean-up Day, dus zijn we dan ook aan, dat gaan we ook weer doen. Maar het begint echt bij onszelf. Maar goed, we hebben ook in Suriname mooie, als je kijkt naar Anola bijvoorbeeld, ook netjes. Als je kijkt naar Kininipati en zo, zijn allemaal nette resorten. Maar ook in de binnenstad van hun is het ja, gewoon netjes. SLM heeft nu een actie, zeg ik, $450. En Herman had gezegd dat een kamer $160 kost. Maar nu weet ik niet of hij bedoelde Barbadian dollars, Barbadian dollars of US dollars. Dat is een verschil. Dus I don't know. Ja, en we hebben zo'n prachtig land, we hebben nog meer gelegenheid en meer ruimte. Ja, we zijn nu een tour gaan maken door Barbados. Zo, hier zijn jongens, zoveel, zo groot, was niet zo groot zijn hoor. En dit is gewoon puur onderhoud. Maintenance, maintenance, maintenance. That's the thing. Dat is het enige. En als je dat hebt, als je dat beseft, ja. Prachtig toch? Heel mooi. Dus, ik kan niet filmen tijdens het rijden, want het gaat echt. We're going? Yeah. Oh my god. Oké. Oké, mensen, we moeten naar de volgende dingen. We hebben net gegeten, ik kan gelijk weer wegrennen. Ja, ze hebben me geroepen.
Ik wilde nog wat drinken, maar ja, helaas pindakaas. Thank you so much. Did you, no, did you enjoy your food? Yeah, it's all right. Can I, you want to say hi to the people? No, okay. You see, that's what I'm asking, always asking. So, going back. Bye bye. Bye. We hebben daar gegeten nog een keer. Bye. Zo, dan gaan we weer in deze toef-toef, waar we net hebben gereden. How was the lunch? The lunch was okay. I could not go for the second time, they told me. So hier zitten we in. En dat zal je vertellen, het schudt van alle kanten. Okay, people. Let me say hi. Bye bye, tot straks.